Op onze luchthaven Schiphol voerden KLM-vliegtuigen in de afgelopen dagen uit verschillende landen kisten met een zeer kostbare lading aan. Ze werden onder strenge bewaking tijdelijk opgeslagen in de veilige kluizen van de vrachtdienst, totdat ze verder getransporteerd konden worden naar Den Haag. Het waren de buitenlandse inzendingen voor de grote tentoonstelling van meesterwerken van Jan Steen, die 2 maanden lang in het Mauritshuis wordt gehouden. In totaal werden 58 schilderijen bijeengebracht, onder meer uit Frankrijk, Zwitserland, Amerika en de Scandinavische landen. Koningin Elisabeth van Engeland stond voor deze expositie 2 stukken in bruikleen af, waaronder dit werk, het Morgentoilet geheten. Terecht wordt Jan Steen als de grootste figuurschilder van de 17e eeuw beschouwd. Zijn familietafreden zijn misschien het bekendst, zoals dit vrolijk gezelschap, waarop behalve de schilder zelf zijn oude vader Havik voorkomt, evenals zijn vrouw en zijn moeder. Jan Steen heeft zijn modellen nooit in de houding gezet waarin hij ze schilderde. Hij wachtte tot ze die houding zelf aannamen. In zijn verkeerde wereld vinden we de verbijsterend knappe details die zijn werk kenmerken. Als attent observator is hem niets ontgaan. Op het kind wordt in het gezin niet meer gelet. De hond eet de pastei van tafel. Een ander kind rookt terwijl de vrouw des huizes slaapt. Ook zijn religieuze voorstellingen, zoals bijvoorbeeld de bruiloft te Cana, zijn diep menselijk. Jan Steen was een ras kunstenaar, een weergaloze tekenaar die impulsief, realistisch en toch zwierig vastlegde wat hem trof. 7 maal schilderde hij de aanbidding van de herders. En ook in deze aan traditie gebonden voorstelling verloochende hij zijn aard niet. Het is een pronkstuk van de belangrijke Jan Steen-expositie in het Haagse Mauritshuis,